Het is weer tijd voor een nieuwe goede vraag. En dat wil zeggen dat wij als gamers net zijnde een vraag uit de reacties van vorige week zomaar gaan beantwoorden met z'n allen. En jawel, het was weer raak. We hadden weer een prachtvraag. Deze week komt de vraag namelijk van Pim Huberts. Pim, bedankt weer voor je vraag. Hij vroeg zich af, welke game zou je uit je geheugen willen halen, zodat je hem nog een keer kan beleven? Dus welke game zou je eigenlijk willen verwijderen uit je memory card en dergelijke, om hem dan weer opnieuw op te kunnen starten en alles weer als nieuw te kunnen ervaren? Klinkt heel poëtisch. We gaan kijken welke games wij zo uit ons geheugen plukken en opnieuw beleven. Is deze vraag, Frack, niet een synoniem voor wat is je beste game ooit? Eigenlijk wel een soort van, tenminste, tenzij je beste game, zeg maar, weet ik veel, Candy Crushes of zo. Dat hoef ik niet nog een keer opnieuw mee te nemen. Alsof ik voor het eerst, de eerste verrassing die je hebt bij Candy Crush, dat je voor het eerst moet bijkopen. Omdat je denkt van, waarom moet ik nou een half uur wachten? Nee, hoef ik niet meer mee te maken. Maar, eigenlijk is het gewoon mijn beste game ooit gemaakt. The Knights of the Old Republic, Star Wars. Beste game ooit. Dit is echt gewoon zo'n goed spel. En waarom ook? Omdat de eerste ervaringen in dat spel ontzettend bijzonder zijn. Er zit een ongelooflijk vette plot twist. Op ongeveer, ik denk, een uur of acht in het spel. Dan ben je namelijk voor het eerst op Dantooine. En dat is de planeet waar de Jedi in die tijd zijn. En die plot twist zag ik niet aankomen. Ik wist het niet, want het was nog niet de tijd dat alles gespoilerd werd, hè, online. Of tenminste, ik bewoog me niet online. En dat was zo vet. Ik weet nog dat ik dat gevoel wat ik had, dat bleek dat jij dan eigenlijk die andere guy was, die dan eigenlijk, nou, lang verhaal kort, doet er verder niet toe. Knights of the Old Republic. Dat was heel Rotterdam. Knights of the Old Republic. Hartstikke goed spel. Hartstikke lekker. Hartstikke leuk. Star Wars. Star Wars, leuk hoor. Star Wars. Ik heb alle films gezien. Tenminste niet allemaal, maar wel twee. Wat een lekkere vraag weer deze week, want dit is echt zo'n vraag waar je dan 10.000 games op kan antwoorden. Maar eigenlijk als je er over na gaat denken, ook weer heel weinig. Er komen gelijk een stuk of 20 games schieten mijn hoofd binnen. Maar dan kan ik ze eigenlijk gelijk ook allemaal weer wegstrepen, omdat ik dan denk, nee, dat is toch net niet. Daar heb ik heel veel over nagedacht en ik denk dat het voor mij bijna bij elke game eigenlijk dat net niet genoeg is om die als antwoord te kiezen, zeg maar, voor deze vraag. Omdat ik elke keer denk, is vet, maar ook weer niet het vetst. En ik heb heel erg het gevoel dat er misschien nog een vettere game is, maar dat ik er nu gewoon niet op kom. Maar ik moet dan nu toch echt wel gaan kiezen voor GTA V. Waarom GTA V? Dat was voor mij eigenlijk een van de eerste GTA's die ik echt van begin tot eind heb kunnen volgen. Want ja, GTA 4 kwam in 2008 uit. Ja, toen was ik, even kijken, toen was ik ook 10. Dus ja, dan kan je het ook niet echt op de voet volgen. GTA 5 komt natuurlijk in 2013. En dan kwam voor mij dan voor het eerst mijn leeftijd dat ik dacht, oh ja, deze heb ik echt gevolgd vanaf gerucht tot aankondiging, van trailer tot trailer, van moment tot moment. En ja, zoals jullie weten, Rockstar is super geheimzinnig qua inhoud van een game. Net als Red Dead Redemption 2, die komt in oktober dit jaar, moet die verschijnen. Alleen in principe hebben we nog heel weinig gezien van die game. En hoe dat normaal altijd zorg wekt, werkt het bij Rockstar alleen maar nog meer nieuwsgierigheid op. Omdat je eigenlijk gewoon al blind vertrouwt dat het een fucking vette game wordt. En dan is het, ja, toch een soort van, je wil meer zien. En al die trailers van GTA V. Dat din, en dan die vrouwenstem zo. In Grand Theft Auto 5. En dan gaan ze zo alles uitleggen. En dan was je van, ja, dit wil ik in mijn leven. En dan nog wist je na die trailers nog niet precies, zeg maar, hoe het eruit ging zien of hoe het ging spelen. Je kon het gewoon niet weten. Er waren geen gameplay demo's van een half uur. Dat duurde allemaal maximaal 5 of 10 minuten. En dan die game gewoon op release dag nog steeds met die volle mysterie het in je console stoppen. 60 jaar wachten tot het geïnstalleerd was. En dan daarna gewoon opstarten en dan voor het eerst gewoon in auto instappen met Franklin en moeten rijden tegen Lamar. Of het gedeelte daarvoor, de prequel met Michael en Trevor die een soort van bank overvallen en dat je dan moet schieten en oh. En als ik dat van mijn geheugen kon wissen en dan dat opnieuw allemaal kon beleven en elke keer per gebied weer versteld zou moeten staan van hoe mooi ik dat toen vond en überhaupt gewoon de sfeer van die game en het door Los Santos rijden en ja, echt voor mij GTA 5. P,
Pim, een hele leuke vraag. Vooral omdat ik in het begin echt dacht van, ik weet niet wat ik hiermee aan moet. Want ik vind mijn geheugen best wel relaxed. Ik vind het fijn om games die ik heb gespeeld te kunnen onthouden. Daar doe ik iets mee. Dat is referentiekader voor nieuwe games, zeg maar. Dus het liefst zou ik mijn geheugen intact laten. Maar als ik dan toch games eruit moet plukken om een keer opnieuw te gaan beleven, dan zit ik te denken aan, dan wil ik het liefst hele vernieuwende spellen die toen best wel mindblowing waren. Of gewoon letterlijk mindfucks die ik opnieuw wil beleven. En daarom ga ik voor een indie titel kiezen. Sorry, het spijt me. Ik zou zeggen, skip door als je niks hebt met dat pretentieuze indie gewauwel. Skip lekker, I don't know, een minuut door of zo. Kijken of er daar wel iets te beleven is. Maar ik ga Inside noemen. Ik vond Inside een van de beste bad trips die ik ooit heb gehad. Omdat het is ontzettend grimmig en deprimerend. Het slingert me er ook een milde depressie in. Maar Inside doet echt iets zo goed door niks te zeggen. Weet je, super pretentieus dit. Maar dat wordt niet gesproken in die game. En toch geeft het een heel mooi, diepzinnig verhaal mee of zo. Dus dit is de reden waarom heel veel mensen dit stuk doorknippen. Leuk dat je er nog bent trouwens. Maar Inside heeft op het laatst dan ook echt zo'n zieke mindfuck. Want je bent de hele tijd aan het denken van, wat wil deze game me duidelijk maken? Wat de fuck is het verhaal? Wie ben ik? Waar zijn we? En dan ineens is die mindfucker en dan denk je, holy fuck! Wat is dit voor plot twist? Ik kon het gewoon niet plaatsen. Dus ik zou het graag een keer opnieuw willen beleven. Om te kijken of ik het dan wel kan plaatsen of zo. Ik heb echt geen idee. Maar dat leek me een leuke game om eruit te plukken en weer opnieuw los te laten. En ik wil eigenlijk nog een soort van honorable mention voor een andere indie. Dus oh ja, shit, dan moeten mensen verder doorklikken, want het is weer een indie. Maar het is wel Minecraft. En ik weet dat dat super dom klinkt dat ik Minecraft ga zeggen. Want het is, ik denk dat heel veel mensen zoiets hebben van, die game is er al zo lang. Maar ik zou oprecht de eerste paar dag-nachtcyclussen van die game zou ik uit mijn hoofd willen halen. Dus echt de eerste week dat je die game speelt, dat wil ik uit mijn hoofd halen om nog een keer te kunnen beleven. Omdat, weet je nog toen Minecraft in alpha was en je het net ging ontdekken en alles was nieuw en alles was van, oh, ik moet het allemaal zelf maken en zelf bedenken en voor mezelf een doelstelling maken en daar dan achteraan gaan jagen. En dat was zo mooi, dat je voor het eerst ontdekt van, oh, ik moet niet helemaal naar beneden graven. En dat je voor het eerst, I don't know, een koe ziet en zoiets hebt van, hé, als ik een bucket maak en ik steek hem onder de koe, shit, dan heb ik melk, weet je wel. Dat soort, die rare wisselwerking van de eerste paar dagen dat je die game speelt, die mis ik wel ofzo. Ik wil dat weer allemaal opnieuw ontdekken. Dus ja, Pim, mijn antwoorden zijn Inside, gewoon puur voor de pretentieuze indie gewauwel. En Minecraft, omdat, kom op, dat was zo vernieuwend en dat was zo vet destijds. Dus dat geeft me dat opnieuw terug. De eerste keer online was ook vet trouwens, maar goed, ja, anyway, door. Nu weer gewoon door naar iemand die Skyrim zegt, want dat kennen mensen tenminste. Oké, eigenlijk als echte pure diehard simmer moet ik het natuurlijk zeggen. Ik wil de Sims 1 opnieuw beleven, ik wil de Sims 2 opnieuw beleven en 3, misschien 4, maar iedereen weet dat 4 niet zo heel erg goed is. Maar 1, en als dan zo'n inbreker binnenkomt, oh my god, je heart rate gaat echt door het dak heen. Maar niets van dat alles, want toen dacht ik eigenlijk aan de allereerste verhalende game die ik heb gespeeld. Dat was Fable. En toen dacht ik, maar wil ik dat Fable 1 nog een keer opnieuw kunnen spelen zonder dat ik maar iets van weet? En toen dacht ik, wacht. Er is namelijk een Fable game waarbij je eigenlijk pas aan het einde van het spel erachter komt dat je alles anders had moeten doen. Dat is Fable 3. Fable 3, de replay value vind ik zelf zo bizar hoog liggen. Gewoon dat je dan denkt, oeh, weet je, ik moet andere beslissingen maken. Maar aan de andere kant is het niet meer zo leuk om het weer opnieuw te spelen, juist omdat je al weet wat je moet doen. Ik wil nog een keer die mindfuck hebben. Dat ik inderdaad denk, oké, ik heb alles goed gedaan voor mijn volk. En dan ineens aan het einde is van, oké, ik heb niets goed gedaan voor het volk. Alles is naar de tering, omdat ik probeerde goed te zijn. Ja, en dan zou ik dit keer alles gewoon opfucken. Zodat ik aan het einde mensen wel denk, hey Soraya, we gaan je aanbidden. Soraya, president for life. Daar heb je het dan. Dat zijn de games die wij uit ons geheugen plukken en gewoon erasen, zodat we hem nog een keer kunnen beleven. Want we houden zoveel van die games, of juist niet. Of, nou ja, goed. Anyway, we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd welke games jij zo zou willen verwijderen uit jouw bestaan in het verleden, omdat je hem dan nog eens een keer zou kunnen meemaken. Laat het ons weten, geef ons het antwoord op de vraag van deze week. En natuurlijk, geef ons ook een nieuwe goede frag voor volgende week. We zoeken weer leuke vragen om te kunnen beantwoorden volgende week in een andere aflevering. Dus denk even creatief. Stel ons een leuke vraag en wie weet zijn wij volgende week hier jouw vraag aan het beantwoorden. Dat was voor deze week. Ik hoop dat je genoten hebt van de video. Ik hoop jullie snel weer terug te zien op gamersnet.nl. We doen van alles. Klik eens wat aan. Klik door. Hier beneden, hierboven. Weet ik. We staan overal. Zoek ons op. We zijn er. Voor jou. Yo, dikke bonus hier op het eind van Goeie Frag. Bedankt Wesley. Want Wesley die wilde heel graag Wes. Mag ik Wes zeggen? Maar anders niet dan Wesley. Hij Wes.
Die vroeg namelijk van Peter, je was er niet in die goede frag, want die was natuurlijk op vakantie. Maar welk karakter zou je niet in het echt tegenkomen? Dat was 2 weken geleden een goede frag. Dan geef ik er even antwoord op. Als mensen mij persoonlijk vragen, wil je nog even antwoord geven, dan geef ik altijd graag antwoord. Wes, voor jou, Wesley, Trevor. Ja, het is gewoon ontzettend lul. Die wil je gewoon niet tegenkomen. Het is gewoon, ik weet nog dat ik GTA 5 speelde en dat... hoe heet die ook alweer, Salim? In GTA 4 heb je de DLC met die bikergast. Johnny. Van die bikers uit de... Die schopt die dood, hè, Trevor, in het begin van het spel. En ik vond dat dus heel erg, want ik vond dat hele vette DLC. Je hebt wel eens dat je gewoon... Net als de laatste Walking Dead seizoen, weet je wel, waar dat hele erge gebeurde. Dat je gewoon echt zo'n hekel gelijk aan iemand hebt... Dat je eigenlijk bijna het hele game of hele film of hele serie al niet meer met zo iemand kan relaten. En ik had het heel erg met Trevor, want Trevor was natuurlijk heel erg grappig. Ook in die drugsmissies en zo, ik moest heel erg om lachen. Maar ik vond hem sinds die Johnny, wat zijn achternaam ook is, die biker vermoorde direct toen we kennis met hem maakten in GTA 5, vond ik het echt een lul. En ik heb het sindsdien ook echt een lul gevonden. Maar ik vind het gewoon heel onaardig om iemand zo op die manier gewoon kapot te schoppen. Dat vind ik gewoon eigenlijk niet kunnen. Nee, ik ben over het algemeen wel tegen dat mensen kapot schoppen. Maar dat vond ik echt vervelend. Dus Trevor zou ik niet willen tegenkomen in het echt. Dat is gewoon niet mijn soort mens. Kom ik niet in Helmond. Dus ja. Oh, moet ik dit nou weer zeggen op het eind? Oh, dan krijg ik... Sorry Wes, als je in Helmond komt, sorry. Sorry.